Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van Mafia 3. We staan bij Vito, we gaan namelijk een optional missie doen. En er zijn er drie, van elke boss zeg maar eentje. En ik kan het ook wel even laten zien op de map. We hebben story chapters, dat is gewoon weer nieuwe gebieden overnemen. In dit geval Barclay Mills, Downtown en Tickfall Harbor. En daarvoor moeten we eerst met Donovan praten. En dan krijgen we natuurlijk alle intel over de records die er zijn, de record bosses. En volgens de district boss die we dus ook al moeten killen. Gewoon het standaard verhaaltje, zeg maar. Alleen, we hebben van elke subboss, zeg maar, die wij hebben. Dus Cassandra, Vito en Burke. Hebben wij een losse missie. En dat is in dit geval bij Cassandra 45 in my hand. I already don't ask bij Burke. En I need a favor van Vito. We beginnen met die van Vito. Ik heb geen idee wat het precies is, maar ik neem aan gewoon een kleine missie. Maar dat is een beetje story-related, lijkt mij. En je krijgt, als het goed is, meer earn the fallen, of in ieder geval loyaliteit van je subbosses. En dat is wel heel erg belangrijk. Dus we gaan eens even kijken wat we moeten doen voor Vito. You cook. My ma's bucatini recipe. And I thought I'd give it a try. She back in the Pompeii? No, she passed a while ago. You got any folks back there? Take a look at that paper. Some city councilman's up for re-election. I need a favor. Who is he? You tied up with Marcano? This fuck. Him and his pals killed a friend of mine. Look, he'd see me coming from a mile away. Oh, yeah, because I'm so inconspicuous. You know how to get to people. It's taken me 12 years and a lot of money to find this cocksucker. I'd make it worth your while. And I'd consider it a personal favor. I'll think about it. If you're having trouble finding him, look for somebody on the street who might be willing to give him up. When you're done, come back here. We got a lot more names need to be X'd out. Alright, awesome. Dan kunnen we gelijk onze cash ophalen. We staan er toch bij, dus dat is helemaal ideaal. Maar dat is wel vet. We kunnen dus nu echt gewoon een beetje story-achtige missies wel doen voor hun. En dat vind ik dan wel weer leuk om te doen natuurlijk. Die trafficking dingen waren echt gewoon... Ga daar naartoe, kill een paar mensen, pak de vrachtwagen en rij naar een gebouw toe. Dus dat was allemaal niet zo heel boeiend. Maar deze dingen zijn veel leuker. Dus daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Ik weet niet of die nu ergens staat. Interrogate Lucky's old cronies. Oké, nou, dan gaan we daar allereerst naartoe, denk ik. Of we gaan gelijk even langs Cassandra. Als het allemaal op deze manier werkt, kunnen we beter de missies op zijn minst starten, lijkt mij. Nog een beetje in de buurt zijn. En dan kunnen we vanaf daar wel gewoon verder werken. Het is niet dat je gelijk aan de slag moet met de missie namelijk. Zoals nu bij Vito. Dus het lijkt me handig dat we even langs Cassandra gaan. En Burke komt later wel, want die zit wat meer bovenin. Maar ik vind het zeker wel vet. Dit is weer wat meer storyachtig. En dat is wat ik jullie ook wil laten zien. De story. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk zitten wel wat andere dingen in. Gewoon vechten en rijden en weet ik het wat. Maar het leukste is de story. Dat maakt Mafia goed. Maar ja, ik zie jullie dan wel bij Cassandra. Oh, we zijn bij Cassandra. Laten we naar binnen gaan. Let me know if you need anything else, shall we? Pearl used to put these under our beds. Thought they keep us safe. Fear drives people to seek out all manner of protection. God, the Invisibles, Loa, but sometimes that is not enough. No weapon formed against us shall prosper, right? Not with a 45 in my hand. The white government says we don't have a right to arm ourselves, that we can't be trusted. But the folks around here, all they're looking for is a little peace of mind. There are stashes of guns hidden in this city. I need you to steal them. You sure this about the Hollow? I don't need you starting a revolution. Fucking everything up.
When you out there running around killing all those crackers, what do you think people will see? I'll tell you what they see. A crazy nigga. A nigga part of a savage whole that needs to be exterminated. Well, I don't give a shit one way or another. They can come after me. And what happens when you're not around and another black man or woman is, huh? We all the same to them. Don't you think the people of this neighborhood, the mechanic, the housewife, have a right to defend themselves? History tells me that giving you more guns might be unhealthy for me. It's not like that. Not anymore. I'll see to it they get in the hands of the right people. I'll see what I can do. Don't worry. I'll make sure you benefit as well. Don't push me, Cassandra. You know, at some point you're gonna have to trust me. Maybe. We ain't there yet. Ik vertrouw die Cassandra echt voor geen fucking meter. Maar ja, het zal op een gegeven moment moeten natuurlijk als je die missies wilt doen. Dus we gaan naar de volgende missieding toe dan maar. Jullie daar wel. En dan staan we dan bij de eerste missiedings die we gaan doen. En die is toch van Cassandra, want Cassandra heeft maar één ding. En dat is alleen deze truckjatten en that's it. En Vito had drie verschillende dingen. Dus het leek me handiger om eerst deze aan te pakken. En in principe is dit een beetje hetzelfde als alle andere dingen die ik al heb gedaan. Met trafficking, want dan moet je ook gewoon een truck jatten bij een gebied weg en that's it. Alleen heeft dit natuurlijk een iets grotere waarde omdat het een story missie is. Dat je de mensen mee helpt. Neem ook van alles gelijk mee. Een poster en een zo'n hoefijzer ding. Zo'n fuse, dat was het hem. Die man leeft nog trouwens. Even wachten wat hij doet. Even sneaky sneaky natuurlijk. Ja, hij is voorbij. Mooie cowboyhoed, meneer. En een mooi mes in je schot. Erg mooi gedaan. Mooie combinatie. Zitten mensen boven of zo? Waarom hoor ik mensen zo duidelijk praten? Dat is best wel apart. Oké. We gaan even openbreken. De rest is even stealth killen en dan die vrachtwagen meenemen. Ik ben benieuwd hoeveel vrachtwagens ze in totaal moeten jatten eigenlijk. Of deze... Oeh! Die enige genoeg is, wat ik zeg. Your black ass can hide for shit. Ik heb echt zo'n neiging om door zijn bakjes heen te schieten. Ja, jacked en... soms is het beter om te wachten, zoals je merkt. Nee, kom maar ook maar halen. Dank u. Zo lossen we dat op. Die vrachtwagen ook trouwens. Fucking redneck truck, man. Kan niet meer redneck worden dan dat bijna. Schoot de vlag erop. Waar is die dude? Oh, die dude is naar binnen gelopen. Dat is fijn. Dat is nog makkelijker. Zo. Boven is een dude volgens mij. Yep. Oké, gaan wij ook even naar boven. Moet die ook even killen. Ik zal even mijn wapen holsteren. Dan steken we mensen neer namelijk. Dat vind ik altijd leuker dan met dat wapen... Kijk, dat is toch veel leuker dan met een wapen een beetje proberen te wurgen. Dat is zo... Meh, ik weet niet. Oh, deze gaan we nog leuker aanpakken. Hoppakee, bam. Zo, dat was dat probleem. Er leeft nog één dude, maar dit is best leuk om te doen natuurlijk. Alleen, nu heeft het wat meer nut dat we deze shit doen. Trafficking is gewoon dom de hele tijd een beetje dezelfde opdracht doen vanaf een andere locatie. Dus... Hoi, alleen die er nog... Ah, die stampen ook al op zijn mel, waarom niet? Zo, probleem opgelost. Dan gaan we nou eens even deze truck meenemen. Over het algemeen krijg je nooit enemies achter je aan daarna. Heel soms een retaliation squad van Marcano, maar anders niet echt. We zullen eens even kijken op de map waar we naartoe moeten. Oh, echt gewoon naar Cassandra. Dat is niet zo ver rijden ook, geweldig. Daar had ik eigenlijk ook op gehoopt, vandaar dat ik ook deze had gepakt. Naast dat het dus in principe maar één missie was, vergeleken met de drie van Vito, was deze ook veel dichterbij. Dus leek het me gewoon handig om deze ook even mee te pakken. Oh ja, we zijn er bijna. En zoals verwacht ben ik helemaal niemand tegengekomen. Dat is eigenlijk altijd al zo bij die trafficking dingen ook. Sorry mevrouw, ik weet dat u om zebrapad loopt.
Maar voor nu boeit me dat even niet. Maar ja, niemand tegengekomen, zoals verwacht. En dat was dat. Delivery complete. Moeten we nou nog weer naar binnen om te praten? Yep, return to Cassandra. Gaan we dat doen. Dan moeten we nog naar boven toe. Dat is haar standaard plekje. Deze deur openen waarschijnlijk. Nope, gewoon binnenlopen. Nog beter. It's good to see you again, my friend. My friend nog wel. Ik vertrouw je nog steeds niet, bitch. Oké. Optional missie. Alweer? Wait, what? Hebben we nu nog een keer unlocked? Assign the district to Cassandra. Ah, oké. Okay. Maar ja, dan moeten we eerst het district overnemen. Maar dan kunnen we dus verder met deze optional missie, zeg maar. Dat is op zich wel cool. Next agenda mission. Oké, okay. You've completed an agenda mission for your underboss. Unlock more agenda missions by assigning this underboss another district. Ik weet niet of ik het ga doen met Cassandra. Ik heb serieus haast nog liever Burke. Natuurlijk Vito, dat is nummer 1 voor mij in dit geval. Daarna nog liever Burke dan Cassandra om eerlijk te zijn. Maar we zullen zien. We gaan nu in ieder geval Vito's ding doen. Dus daar zie ik je zo weer. En dan zijn we dan bij Albert Pinto. De eerste old crony van Lucky. En wij moeten hem interrogaten. En dat houdt wel in dat we gewoon veel damage moeten doen eigenlijk. En dan is het goed. En die man die zit niet eens op te letten. Het is gewoon geweldig. Ik denk er komen heel veel guards bij en shit. Maar het is gewoon helemaal niks. Het is gewoon hem hier met een mes bedreigen. You're gonna tell me where I can find the councilman. Lucky's supposed to be playing cards here. Don't care. Vermoorden gewoon iedereen, fuck it. Moeten we nog meer mensen killen? Of, nee, oh, we zijn al klaar joh. We hebben gelijk de goede gepakt. Dan gaan we nu Lucky Carbonale. Wat meer klinkt dan pizza. Gaan we killen, die is daar dus, daarboven. Nou, stappen we in de auto. Dat was belachelijk makkelijk joh. Dat sloeg gewoon nergens op. Echt gewoon helemaal nergens op. De politie staat daar. Siri Fox Given. Helemaal geldig, rijden we daar even naartoe. Alright, we zijn bij Lucky. Ik parkeer mijn auto even heel netjes. Oh. Perfect geparkeerd. Lucky zit daar binnen. Waarschijnlijk spaghetti te eten of zo. Oh, het is een tankstation. Dus oh. Oké, gewoon trespassing. Gas station. Niet gas, gas. Hallo, aangenaam. Dat is de laatste puk die jij rookte. Roken is dodelijk. Dit even openen. Hij had ik gewoon totaal niet beschermd. Oh, sorry hoor. Hij werd wel beschermd. Alleen ik kon niet door muren heen kijken. Hier is niet getapt namelijk. Oké, de rest van die mensen gaat sowieso pissig worden nu. Niet eens? Couldn't find a thing? Ik heb gewoon een van jullie lui vermoord recht voor je neus. Oké. Rennen. Geen idee wat dat was. We gaan even gauw dit openbreken. Hopelijk staat er geen duurtje achter. En kunnen we Lucky killen? Kunnen we doorlopen? Oh, er komt eentje daar kijken. Fuck. Kut. Ah, fuck it. Want keer. Oeh, er zijn meerdere mensen hier. Oh, fuck. Die zien dat sowieso allemaal. Niemand ziet dit? Waar is Lucky eigenlijk? Is Lucky pleiten of wat is er aan de hand? Oké, die mensen letten allemaal niet op. Er ligt aan een tas met cash. Kijkt hij hier naartoe? Nee, hij let niet op. Mooi. La 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 la. Ik denk niet dat dit Lucky is. Hij is sowieso niet Lucky, want hij is dood. Oké, die duurt. Gaat die door de... Oh, dit is Lucky. Die man met die hoed. Oké. Okay. Nou, die andere duurt zijn maatjes er niet op te letten. Who's there? Een knife in je bakjes. Is there? Gaan we die andere duurt nog even killen? Hoe dat kan? La 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 la. La la la. Oh, fuck. Oké, dat werkt ook. Slaan we onze bakjes. Zijn hier nog meer van die kutlaar van hem? Voor mij niet, toch? Nope, oké. Okay. Positief nieuws. Dan gaan we hier nog even omheen. Hier lag een tas met geld. Dat was dat. Volgens mij hebben we alles hier meegenomen. Dat was ook fucking easy. Dus nu moeten we naar Vito toe om met hem te praten. Maar we zitten in de buurt van Burke zijn ding. Dus we gaan eerst even langs Burke. Kan ik gelijk mijn cash ophalen. Mijn kickback. Of wat het ook was. Ja, kickback.
1600. En vanaf daar moeten we misschien wel iets doen in de buurt van Vito. Wie weet. Geen idee. Ik kom op in achter. Dus ik ga even naar Burg toe. Dan zie ik jullie daar wel weer. Hoi, ik ben bij Burg. Even parkeren heel netjes hier in die kuil. Als die nog wel uitstappen. Af en toe heeft hij er echt moeite mee. We gaan naar binnen toe. Eens kijken wat hij wil dat wij gaan doen. Where'd she come from? Ah, me arse. I shit her out this morning, wheels and all. Have you ever heard the saying you catch more flies with honey than vinegar? Have you ever heard the saying, is that one there, yeah? Go fuck yourself. A few times. Saying about you, lad. It's personal. I got it covered. I need your full attention on what we're doing here. Can't have you running around with your head up your ass. Couple of lads come to me looking for wheels. You from around here? Belfast. Belfast. They heavyweights. Oh, monumental. Looking for serial numbers. Parts to throw in. Keep the Belfast law guessing when things go boom! They asking or telling? Air raid on us. Nikki could have done this in an hour. Fucking talk to her, man. Sort your shit out. You got kids? Wayne's on rent someplace. None that I know of. And you've not got a goddamn clue the many ways a child can disappoint you. I'm pretty sure the feeling's mutual. Christ. Well, what do you need, Bert? Starters. More of these cars. If you can put your hands on them and deliver them back here, that'll be a lot of help to me. I'll keep my eyes open. How you do that, Lassie? Get at that. Fucking dick. Ik ben eruit, denk ik. Ik geef al mijn districten aan Vito. Dat is de enige persoon die geen fucking eikelbijter is. Of een of andere vage, gestoorde... Ja, mevrouw. Laten we het daar maar ophouden. Netjes verwoord. We hebben dus nu auto's die we kunnen fixen of zo voor hem. Dus even kijken. Alright, don't ask. Find three orange Samsung Richmond Steel. Find the first Richmond Deluxe. Die is daar dus in deze buurt. Oké, dat zijn de dingen die we voor hem kunnen doen. Dan moeten we gewoon een auto jatten en weer terugbrengen. En we moeten er drie vinden. Ja. We rijden er maar even naartoe. We doen het er maar even. Heb je het op zijn minst gezien. Maar dit is nou niet zo heel erg boeiend. En we moeten er drie hebben. Dus zo heel spannend zal het niet zijn. Maar ja, we gaan die auto jatten dan. Ik zie jullie daar wel weer. Ik was op weg naar het objective marker. Maar er staan er gewoon veel meer hier. Gewoon random in de buurt. Die zijn niet eens beschermd of wat dan ook. Het is gewoon een oranje auto. En that's it. Dus waarom zouden we specifiek naar die ene toe rijden als er veel meer staan door de hele stad heen? Lijkt mij. Nou hoeven we alleen maar terug te rijden. Wat 3 meter rijden is ongeveer. Wat is het? 200 meter. Het is gewoon echt aan de overkant van zijn fucking sloop, hè? Dat is nog het ergste. Kijk, daar is zijn sloop. Dat is toch belachelijk. Come on. Oh. En dit is dus voor de IRA. Voor de mensen die heel jong zijn en nooit hebben meegekregen. De IRA was... heel erg bekend in Ierland. Ze zijn heel lang zijn allemaal bombardementen geweest in Aachen. En dat was allemaal van de IRA of zo'n beetje. En Ierland heeft echt heel lang een soort burgeroorlog gehad. Dus vandaar die dingen. Wat moet ik eigenlijk doen? Get back in the car. Ik loop ook gewoon automatisch daar naartoe. Ik weet niet eens. Waar moet ik naartoe? Deliver the car to Burg. Oh, we moeten daar naartoe. Yeah. Oh, mijn. We moeten onder de kraan. Waar moet het onder de kraan? Dat is net alsof hij hem kapot maakt. Maar dat is niet de bedoeling. Toch? Uitstappen. Moeten we naar de Burg toe? Of find the next orange. Oké, we moeten er nog 2 bij vinden. That's it. Dus dan kunnen we weer daar ginds naartoe. Weer eentje ophalen en zo even door. Ik zie jullie wel bij de derde auto die we hebben. Allee, ik ben nu over de brug aan het lopen. En volgens mij staat er echt gewoon precies de auto die we moeten hebben weer tegenover ons. Op exact dezelfde plek waar we zo net hebben weggehaald. Jee, het spawning systeem in Mafia 3. Fucking geweldig. Dit is echt, echt slecht. Alleen die mevrouw kan nu bellen inderdaad van... Of iemand anders ergens van... er wordt hier een auto gejat. Maar dit is toch slecht? Die auto spawnt letterlijk aan de overkant van de fucking straat. We zijn hier alweer. Dit is de tweede auto voor de duidelijkheid, niet de derde. Maar dit is gewoon... dit is zo slecht. Kom op, Kim. Gewoon dezelfde auto op dezelfde plek spawnen.
De politie is nog op zoek naar die auto, terwijl wij al lang weg zijn. En hem al lang hebben afgeleverd. Nou ja, nogmaals, ik zie jullie wel bij de derde auto. Die aan de overkant van de straat staat, waarschijnlijk. Oh, wauw, het is dezelfde auto die is gespawnd, maar deze keer is die geel en niet oranje. Wauw, game. Goed bezig, met exact hetzelfde type. Dus we rennen hier maar even langs en dan komen we er vanzelf wel eentje tegen. Oh, en de politie. Ja, daar was ik al bang voor. De politie vindt mij niet al te lief. Kutzooi. Rennen. Rennen, Fox politieauto. Is dat de auto die ik zoek voor mij? Nee. Oké. Heel snel rennen, hier even de tuin in. Politie chase is altijd leuk in deze game. Niet dus. Politie is wel heel doortastend, moet ik zeggen. Ze zijn echt agressief volkje. We kunnen hier allemaal niet langs. We kunnen ook niet de tuin in. Oh, dit is kut. We zijn echt een beetje genaaid hier. We kunnen wel hier de steeg in. Hier kunnen we ook eindelijk een tuin in. We kunnen ontsnappen. Nee, we hebben hier wel een wiretap. Gaan we dat even casual doen. Even tussendoor. Doe je gewoon. Mooi. Mooi. Ze zijn me kwijt. Omdat ze de ingang naar de tuin niet konden vinden. Niet slecht. En wij hebben extra toegang. Kunnen we hier langs? Please. Nope. Goddammit. We moeten er nog één zo'n oranje auto vinden. En er staat alle politie voor de deur. Fuck. Lopen zij hier naartoe? Nee. Rennen. Ik zie jullie zo meteen alweer bij de derde auto. Found one. Stond om het hoekje. Bij de wiretap locatie een beetje. Dus dat is helemaal ideaal. De politie loopt daar gewoon. Ik jat de auto terwijl ik achter hem sta. Lose the police. Dat is het probleem niet. We rijden gewoon uit deze cirkel. En dan wachten we heel even. Daar staat trouwens een politie dude. Die willen we niet echt ons aan hebben. Alsjeblieft. Geen gas. Oké, dank u. Daar is ook een politie dude en een politieauto. Dat is helemaal minder. En we wachten tot die politieagent weggelopen is. Oh, en zich fucking omdraait. Come on. Rijden. Oké, we zijn hem kwijt. Dan rijden we gewoon een beetje om dat rondje heen. En dan raak je zo meteen de politie kwijt. En dan kunnen we de auto afleveren. Of we rijden er gewoon kristal doorheen. Maar ik zie daar al politieauto's. Dus. Oh, wat? Ik ben de politie nog niet kwijt. Dus er staan steeds loose police inderdaad. Dus ik weet niet wat de game allemaal aan het doen is. Het zal wel. De game is een beetje aan het spelen. Jee, we zijn de politie nu wel daar kwijt. We rijden ook even mooi over het spoor heen. Waarom niet? We hebben de trein nog niet echt gezien in deze game trouwens. Er is wel een trein, voor zover ik weet. Maar we hebben hem nog niet gezien. Spijtig. Was wel leuk geweest. Om een keer tegenaan te knallen. Want die auto's... Af en toe dan knal je tegen een Civi aan. En die auto vliegt gewoon keihard weg en over de kop. En gewoon als een vuurbal ook. Die brandt gewoon al. Het is echt belachelijk wat er eigenlijk gebeurt. Dus ik ben wel benieuwd wat er gebeurt met de trein. Kan nooit goed zijn. Maar ja, we leveren de derde auto af. En dan zullen we kijken wat die te melden heeft. Waarschijnlijk niet zo heel veel. En ik moet mijn cash ook nog steeds pakken trouwens. De 1600. Ben ik nog vergeten. Dus dit afleveren. En ze even naar binnen rennen waarschijnlijk. Talk to Burke. Ja, return to Burke. Dan gaan we dat even doen. Als het goed is geen cutscene. We hadden we net bij die andere twee ook niet. Dus. How's your cutting? Yep. Enjoy your cut. Zit. Dank u. Moet ik inderdaad met hem praten? Regular folk messing like their wheels. The brothers back in Belfast really appreciate your help. Ja. Ik mag hem nog steeds niet. Laten we het daar maar ophouden. Ik vind het nog steeds een negerbijter. Nu hebben we in principe niks meer te doen qua optionele missies. Voor zover ik weet. Assign the district waarschijnlijk. Oh ja, we moeten naar de Vito. Dat was nog een ding. En dan is het ook assign the district. Dus ik ga even naar Vito en dan zie ik je daar wel weer. Alright, we zijn bijna bij Vito. Denk dat ik deze keer maar de Stallion pakje in plaats van de MX-100. Een keer wat anders. En dit ding is ook best wel fijn om mee te rijden. Vooral door de bocht heen. Je kunt er wel lekker mee driften. De Leopard is een beetje kut, traag en niet super chill in de bochten. Maar de MX-100 is super snel. En de Stallion is wel fijn om mee te driften en door de bochtjes heen te knorren. Still stomping ass out there, Lincoln. Yep. Thanks for taking care of complete, that was dat. I might have another job for you. Stelde echt niks voor, moeten we wel. For you later, inderdaad. We moeten dus ook eerst weer een district assignen voor hem. We hebben 3 districten. Ik kan eventueel er ook voor kiezen natuurlijk om ze alle 3 eentje te geven. Is misschien wel net zo slim. Zodat hij ze allemaal te vriend houdt.
Maar ja, die gebieden overnemen gaan we doen in het volgende part. Of tenminste, eraan beginnen natuurlijk. Ik weet niet hoe snel en hoe makkelijk het allemaal zal gaan. Maar dat zullen we zelf zien. Als je het een leuke video vond, vergeet niet eens te liken. En dan zie ik je weer in de volgende part. Laters!